Wat is nou ASMR? Ik heb eerder 2 ASMR filmpjes opgenomen en bij allebei de keren kreeg ik te horen: wat is dit? Ik vind het irritant, ik snap het niet. Maar ook mensen die zeiden: ik krijg een bepaalde tinteling in mijn hoofd. Wat is ASMR nou precies? ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. En dat is een soort gekke tinteling in je hoofd waar heel weinig over bekend is. Niemand weet precies hoe het zit. En ook niet iedereen kent het. Sommige mensen hebben het wel, sommige hebben het niet. ASMR is eigenlijk een soort kietelgevoel in je hoofd. Ik kan het heel lastig uitleggen, maar een soort heel prettig tintelend gevoel in je hoofd. Het heeft werkelijk niks met orgasmes te maken of met seks of wat dan ook. Daar staat het helemaal los van. Je kan het gevoel oproepen door bepaalde dingen te bekijken. Nou, ik heb het zelf altijd als iemand anders bijvoorbeeld iets voor mij tekent. Of als iemand een cadeautje voor mij inpakt. Als ik bijvoorbeeld, stel ik reken wat af bij de kassa en dan, oh, moet ik het inpakken? En dan gaat die cashier, gaat dat dan heel voorzichtig en perfect en langzaam zo mooi inpakken. Dan gaat mijn ASMR dingetje gaat dan soort van aan. En dan zit ik echt in trance te kijken naar hoe zij dat zit te doen. Maar het hoeft niet daarbij alleen te zijn. Het kan ook zijn dat jij het hebt bij muziek. Ik heb gehoord dat sommige mensen die hebben het echt wel hele goede muziek. En het is iets anders dan kippenvel krijgen. Ik krijg kippenvel van hele mooie muziek. Maar ASMR is echt gewoon een soort van, ja, soort van overheerlijk gevoel in je hoofd. Heel veel hebben het ook met dingen met handen. Nou heb ik dat ook wel een beetje. Bijvoorbeeld, als je dan bijvoorbeeld zoiets ziet. Ik pak even random mijn telefoon. En iemand doet dit. Ik had het al als kind. Ik denk dat ik 1 jaar of 8 was of zo. Dat ik, ja, misschien ook wel eerder. Dat ik voor het eerst zo'n ASMR gevoel had. En dat ik echt dacht, oh wow, wat is dit? Ik kan me specifiek 1 situatie herinneren waar ik op vakantie was. En waar je 2 bekertjes met frambozen of bramen of zo kon kopen. En mijn moeder en ik kochten toen die bekertjes. En de verkoopster die nam een boterhamzakje. En die deed, ja, ik heb het nu niet, ik heb het allebei niet in huis. Niet bekers, niet de boterhamzakjes. Die zetten die bekers neer op een boterhamzak. Deze zo dat zakje open, zetten ze die erop. En vervolgens deze zo dat zakje omhoog. En dat deze zo voorzichtig en zo met zoveel precisie dat ik echt... Ik heb het ook een keertje heel sterk gehad toen iemand een keer wat aan mij liet zien. En toen deed ze dit. Dan had ze een boekje. En er stond dan iets van een soort doolhofraadsel op. En toen deed ze dit. Kijk, kijk, je kan dat doolhof dan zo volgen. Nou echt, daar word ik zo ontspannen van. Of dit bijvoorbeeld. En zo heeft ieder zijn eigen dingetjes. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld stemgebruik. Heel veel mensen die vinden het heerlijk als er gefluisterd wordt. Ik zelf vind fluisteren te zacht. Dus dat, zeg maar, je hebt van die whisper video's. En dan praten ze allemaal een beetje zo, zodat je in slaap valt. Maar zelf vind ik het lekkerder om zacht te praten. Dus een beetje zo, wat ik toen ook in die andere 2 video's had gedaan. En je denkt misschien, wat creepy, gadverdamme, ik vind dat alleen maar irritant. Maar stel jezelf er eens voor open. En daar bedoel ik mee, dus een dag dat jij gewoon heel erg gestrest bent, heel moe bent, gewoon ja, tot rust wil komen, zet dan eens een keer zo'n ASMR video op. En ik ben benieuwd wat het met je doet. Ik heb namelijk al van een paar lezeressen te horen gekregen dat ze eerst dachten, god, irritant, maar dat ze op een gegeven moment iets van tentamens hadden. En dat filmpje aanzetten en zeiden van, wauw, dit was echt gewoon, ik ben zo tot rust gekomen en dat tintelgevoel in mijn hoofd en... Dat is echt geweldig. Dus wat is ASMR? Het is een soort van heerlijke tinteling in je hoofd die je krijgt bij het zien van bepaalde dingen. Het wordt ook wel het Bob Ross effect genoemd. Wie nog weet wie Bob Ross is, dat was zo'n schilder, kunstenaar. En die tekende dan en dan ging die zo... And now we're making a tree. En ik weet nog dat ik dat ook als kind keek. Dat ik dacht van, oh, wat heerlijk ontspannen dit. En dat prikkelt een beetje dat ASMR. En voor iedereen is het anders, want heel veel mensen vinden bijvoorbeeld krakend papier en chips ook weer lekker. En dat vind ik weer verschrikkelijk. Oeh, weet je wat ik ook lekker vind? Als iemand zit te tekenen. Dus echt gewoon een poppetje tekenen op papier. En liefst voor jou. Op de een of andere reden, het triggert iets zen-achtigs van binnen. Of iemand die op je hand zit te tekenen. Dat is ook zo lekker. Weet je wel, op de middelbare school tekenen die op elkaars handen. En als dan een vriendinnetje zo'n hele uitgebreide bloem ging tekenen, zat ik echt... En nou zijn er dus speciale ASMR-video's en die worden opgenomen door ASMR-fans. Dit zijn geen gewone video's, dit zijn video's die zijn puur echt gespeeld, zodat jij
tot rust kan komen, kan ontspannen. Dan heb ik er 2 opgenomen. Eentje daarvan is waar ik een kerstboom versierde en de ander die is van mijn highlighter stash. Kan je eventueel terugkijken als je wil, maar je kan natuurlijk ook gewoon googlen of op YouTube zoeken naar andere ASMR video's, want er zijn er superveel. Vind je het maar allemaal raar en irritant, dan raad ik je echt aan, echt sta er even voor open. Het is absoluut niet spiritueel of wat dan ook. Het is gewoon echt ja, een gekke prikkeling die gewoon niet te beschrijven valt. En probeer het eens gewoon. Ga gewoon lekker ontspannen liggen. Doe oordopjes in. Dat helpt vaak ook goed. Oordopjes. En doe je ogen dicht en luister naar de video. En kijk ook naar de video. Oh, wat ik trouwens al jaren doe. En wat eigenlijk ook een beetje ASMR-achtig is. Dat zijn die gezichtsbehandelingen. Weet je wel dat ik film hoe mijn gezicht wordt gedaan. Met een maskertje en jelly en dingetjes. Door iemand anders. Dat die filmpjes, die triggeren bij mij ook wel het ASMR-gevoel. En ik merk dat veel lezers dat ook hebben, maar niet echt kunnen plaatsen. Van ik weet niet wat het is, maar ik word zo ontspannen van zo'n filmpje. ASMR. Wat betreft mijn video's, als ik weer zo'n ASMR video opneem, wat echt niet elke week gaat zijn of zo hoor. Maar ik vind het gewoon serieus leuk, omdat ik het leuk vind om bij anderen te zien. Denk ik, ik help anderen ook door zoiets op te nemen, hoop ik dan maar. Als ik dat opneem, staat er heel duidelijk ASMR in de titel. Dus vind je het niks, sla dat gewoon over en ga gewoon naar de volgende video door. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doei doei!